Goedemiddag allemaal, welkom op de Antwerpen Sinkse Voor. En we zijn vandaag gewoon lekker een dagje weer naar de kermis. En ja, wat zou ik zo meer te zeggen? Ik neem jullie mee voor een rondje over de kermis. En veel plezier jongens. En hier beginnen we de kermis met het reuzenrad. En natuurlijk de schitterende Wildmouse Bufkins. Waarvan ik ook even een onderuitje ga schieten. Alle losse onderuit vind je ook op mijn kanaal, Kermis Movies HD. We gaan even een rondje maken en dan gaan we die kant op. Oh. Oh. Lekker hoor! Oh nee, let op! Oh ja, ja tuurlijk! Tuurlijk! Wij gaan weer snel! Tuurlijk! Oh. Oh. Magic World, hey, gelijkvloers, en dat is de Eclipse. Schitterende zaak. Van pas geleden eigenaar gewisseld. Heel misschien een oranje filmen, dat weet ik nog niet zeker. Attention. Kinderzaak, Elliot. De schitterende systeembaan van Lannes. Alles erop en eraan, fonteintjes. Nieuwe ledverlichting op het frontje. Het is gewoon een schitterende zaak. En dan het Funhouse Caribe Folier. Heel groot Funhouse. En toch ook een heel schitterend Funhouse. Een glijbaantje. De Big Splash, oftewel de Tiki Surf, en je hoort natuurlijk al wat achter mij staat, een van mijn favorieten. En dan mijn favoriet, de XXL van Dot Raymond. Blijft een leuke zaak om te doen hoor. Schitterend. Oké.
De spooktrein. Nieuwe paintings. Alleen maar killer clowns. Ja. Ik vond die klok in het midden wel iets mooier. Niet mijn smaak. Nee. En hier hebben we de Paul Lauwers polyp. Mooiste, snelste polyp van België. Het zeker 1,5 minuut op de turbo. Geweldig. Schitterend af. Oh, lekker hoor! Yes, en dit is de turbo. Zeker echt een snelle polyp, jongens. Alleen de zon staat precies in de volle camera. Ja mensen, voordeel en nadelen van de zon. En hier hebben we de tweede verdieping. En de Crazy Palace. Die weer dezelfde plek heeft als vorig jaar. Zoals de meeste zaken hier. En dan hebben we hier de Hus Take-Off. Hus uit Bremen. Een van de betere machines van Hus. Schitterende zaak. Ik ga even een onrijdje voor jullie filmen. Van deze mooie machine. En ja jongens, dit is de hop machine. Zo! Wat een machine zeg! Afgelopen. Oh, jammer zeg. Oh, wat een machine. Zo. Oh, dat is cool. Maar mijn let er ook zelf van af. Thank you.
Terror Factory. Nou ja, het is niet mijn smaak spookhuis. Maar deze spook ziet er zeer goed uit. En die ook. Daar heb ik niks op aan te merken. Mooi hoor. De rock and roll van Simons. Ik denk dat ik hem nog wel even ga doen voor een onride. Hij is natuurlijk wel iets later op de dag. Hij staat stil zoals je ziet. Op zich niet druk, maar ook niet rustig. Zoals je kan zien. Ik hoop dat ik daar nog wat draaiende beelden voor jullie kan maken. Wat ik vergeten was om te melden. Dit is een Technical Park Loop Fighter. 2001 in première. Als ik het goed heb. Het was de eerste Loop Fighter op de kermis. En de enige in België. En Nederland. Want in Nederland hebben we er namelijk één. Ik ga er deze keer niet in, omdat ik heb gehoord dat het heel ruw is. Shoutout naar de Patrick RH. Dankjewel voor het melden. Turbine van Heiblom. Zonder achterwand, want die staat bij de booster Max van De Voer. Want De Voer die reist niet meer met Heiblom. En ik heb eindelijk een keer bewegende beelden voor jullie jongens. Een beetje te veel van het goede. Hey.
En zoals je van Antwerpen gewend bent, de botsauto's ook op dezelfde plek. En tegenover de botsauto's, Nederlandse inbreng. De cakewalk van Roels. En hier de luidruchtigste jumper van België. De Air Max van Dot Raymond. Zo even een onrijdje filmen. En natuurlijk vind je die terug op mijn kanaal. Ja, zometeen ook even draaibellen laten zien. Want ook als ik film, staan alle attracties stil. Leuk is dat. Okay, let's go! Deze ga je wel voelen, denk ik. Drie, twee, één, nu! En deze is ook elk jaar weer te vinden op dezelfde plek. Rotor. En je hebt hem vast al gezien. Vooral voor die kwam ik hierheen. We gaan er snel heen, jongens. Ja, hier hebben we hem dan. Dikke, dikke, dikke dance. Double, double D, double, double D. Dit is de echte dikke dance, de double D. Van Bufkes natuurlijk. Schitterende zaak. Mooiste breakdance die ik heb gezien. Na Kinsler en Brug. Goede snelheid erin. Goede shows. Vlammenwerpers, confetti kanonnen, strobo's. Alles zit erop. Discoballen. Deze machine is gewoon helemaal af. Ik ga even een rijtje voor jullie filmen. En daar gaan we, yes! Lekker hoor. Thank you.
Oliva. Oh, lekker hoor. Zo, bijna vergeten. De mambo. Die is niet te missen op de Belgische kermissen. Een bidule. En een heel klein spookhuisje. Met clownpoppen. Dames en heren, jawel. Ik moet er niks van hebben, maar... En je kan erin voor €2,50. En hier aangekomen bij de Hellraiders. Mooi geristelde booster. Natuurlijk gemaakt op Fabri. Hij rijdt sinds vorig jaar op de kermis, of 2 jaar geleden. En dan hebben we daar nog een kinderzaak met een mooi achterwandje. En dit is het aangebroken bij de XXL. En dus ook hierbij aan het einde van de review. Ja mensen, leuk dat jullie weer kijken. Dit was de review van Antwerp Sinkse Voor. Ja, ik heb de review nou thuis gedaan, want we moesten rennen voor de trein, anders misten we de trein en dan gaan we nu weer terug thuis. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Ja, het is bijna hetzelfde als elk jaar. Er staan misschien 1-2 nieuwe attracties elk jaar. Maar de Decadence, voordat ik het vergeet, die shows blijven geweldig. De Decadence krijgt van mij sowieso 9. Zoals altijd. Schitterende machine, echt. Ja, de take-off met zijn alley-up blijft een goed apparaat. Machtige machine. Ja, verder is het eigenlijk de XXL blijft ook een van mijn favorieten. Ja, er valt verder niet veel te zeggen. Ik hoop dat jullie deze review leuk vonden. Ik hoop dat jullie ook nog naar mijn andere video's kijken. Alle losse onrides en offrides komen ook nog op dit kanaal. Blijf abonneren, blijf delen. Blijf op het blauw duimpje drukken en ja, en ik zie jullie bij de volgende review en dan wordt waarschijnlijk ja, best denk ik, best of volgende, een van die twee, maar tot die tijd hou je taai jongens en peace.